concours won, was hij 10 jaar. En ik vind dat waanzinnig als je op zo'n jonge leeftijd al zoveel toewijding en passie kan hebben voor iets waar je helemaal voor wilt gaan. Ik weet hoeveel discipline je nodig moet hebben om goed een instrument te studeren. Toen ik die leeftijd had, toen keek ik alleen maar goede tijden, slechte tijden en verder niks. Nee, dat is niet waar. Maar nee, het, en daarom des te bijzonder dat het allemaal zo'n jong talent is die al zo goed weet wat ze willen. Ik wil graag de eerste prijswinnaar aankondigen. 10 jaar oud, Marcel Sutedja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Sutedja, Sutedja. Hij gaat spelen een stuk van een Russische violist, dirigent en componist Anatoly Komarovsky. En hij speelt het vioolconcert nummer 2 in A groot, deel 1 Allegro Giocoso. Is Marcel hier ook of niet? Daar is hij. Marcel Sutedja. Thank you.
vijf jaar. Vijf jaar. En hoe kwam jij erbij om viool te gaan spelen eigenlijk? Nou, ik had een vioolpuntje gezien en ik vond het een heel klein en schattig instrumentje. En ik vond het ook leuk dat je hem overal kon meenemen. En ik vond het ook een hele magische klank. En wat is dan de magische klank aan? Kun je dat uitleggen? En heb je ook zelf een voorbeeld van, heb je toen iemand gezien dat je dacht van dat wil ik, dat is wat ik later ook. Nee, ik had gewoon alleen de muziek van de vioolen. Maar ik had niet echt iemand gezien. En heb je zelf een idee waar je wil zijn als je later groot bent? Heb je ook echt iets, wil echt violist worden, de beste van de wereld? Of? Dankjewel, Marcel.